Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van No More Boring Learning, de podcast. Of je nou luistert via Spotify, de podcast app, of uh, naar ons zit te kijken en luisteren op YouTube. We zijn er weer met een hele nieuwe aflevering. En natuurlijk ben ik hier weer met Sjane. Ha, Jan-Peter. Ja, het is dus wel leuk. Want ja. we hebben dus een podcast gemaakt over dat goede voornemens. Kut zijn. Ja, precies. Ja, lekker. Doe we het zitten, niet meer. We zitten er weer in. Uh, dat was podcast nummer 79 en daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Ja. En uh, in die reacties zat veel enthousiasme, maar ook in de Kritiek. vraagstelling zat een klein kritiekje. Ja, ja dat terecht. Was, ja, dat was natuurlijk. Oké, okay, fijn dat we dan weten dat dat niet werkt. Wat dan wel? Wat dan wel? Ja. Wat nu? Ja. Wat nu? Ja. Help ons. Ja. Nou, bedankt, lieve ja. luisteraars. Uh, want dat is goed, het is goed om uh, feedback te krijgen en het is goed, want dat bracht ons op deze podcast. Ja, we, we hebben het ons aangetrokken, want we hebben in die vorige podcast zijn we natuurlijk helemaal losgegaan over goede voornemens die je zelf hebt of die deelnemers maken aan je training en waarom die niet werken, waarom dat ook wetenschappelijk is aangetoond. Maar er is iets wat wel werkt en uh, laten we het daar ook even over hebben. Ja, lijkt me, lijkt me lekker. ja. ja. Uh, want het uh, ging natuurlijk over dat, dat goede voornemens vaak veel te groot gemaakt worden, een beetje abstract zijn enzovoort. En er is een veel slimmere strategie. Juist, en dat is micro habits of micro habits. Dat zijn mini gewoontetjes die je zelf gaat aanleren. Uh, en die mogen niet meer kosten dan één of twee minuten. Dus het Lekker. moet echt, er is geen brug, het is te simpel voor woorden. Dit kan iedereen doen. Ja. Um, en dat is een veel slimmer iets om te gaan aanpakken... dan met een groot goed voornemen te komen. Um, dus wat we gaan doen is... we gaan er een heleboel doornemen. Ja. Een stuk of 27 voor de goede teller. Juist. Um, en um, uh, we gaan natuurlijk eindigen met de beste. Uiteraard. De allerbelangrijkste. De, aller, de allerbelangrijkste. Uh, maar misschien kennen mensen die... Nou, Je weet het niet. Ik, we, gaan, we, gaan, we gaan een mooie lijst doen. Um, we doen hem gericht op... Uh, uh, gewone mensen. Ja. We hebben allemaal van die voorbeelden die iedereen kan doen. Maar we vragen je om even, als je in de LD-wereld zit, natuurlijk, om mee te luisteren. Natuurlijk voor jezelf. Welke van deze zijn interessant voor jou om te doen? Uh, misschien alle 27, misschien één, misschien twee. Probeer ze uit. Um, maar kijk ook mee naar met welke Microhabits kan ik mensen uit mijn training sturen. Welke microhabits kunnen zij bedenken als jij bijvoorbeeld in omgaan met agressie traint of juist heel veel trainingen geeft over uh, psychologische veiligheid? Wat zijn van die microhabits die daar goed bij passen? Want het doel van een microhabit is dat je een mini overwinningje op jezelf hebt, ja. waardoor je iets positiefs aanmaakt, waardoor je eigenlijk de rest van je dag nog positiever kleurt, omdat je al een mini-overwinning hebt gehad op jezelf. Ja. En degene die wij nu hebben, hebben denk ik wel iets te maken met mindfulness, met goed voor jezelf zorgen, zodat je goed kunt performeren. Um, dus ja, Jan-Peter, wil je er al induiken? Nou, laten we dat vooral doen, wow. want microhabits zijn gewoon heel lekker. We hebben een prachtige lijst, dus we gaan naar de lijst. Juist. Ja, uh, kom maar eens op met de, de eerste. Ja, zeg één keer per week nee. Dat is de allereerste. Kijk. Gewoon één keer per week nee zeggen. Wat er namelijk gebeurt op het moment dat je nee zegt, is dat je waarde toeneemt. Uh, sommige mensen zullen wel even schrikken als je één keer per week gaat nee zeggen, maar zeg een keer nee tegen een vriend die een zoom komt met je wil s'avonds, of zeg een keer nee tegen een klant uh, dat je het niet op dat tijdstip gaat leveren, maar misschien op een ander tijdstip. Dus één keer per week oefenen in gewoon nee zeggen en dan het liefst ook weinig uitleg geven. De tweede, pak ik hem gelijk door? Ja, pak ja hem door. Ja. Ja. Um, de tweede is echt zo lekker en die werkt heel erg goed. Is als je s opstaat, doe dan één minuut één oefening. Dus ga niet je voornemen nee. zoals met de goede voornemens. Ik ga zes keer per week naar yoga. Of ik ga vijftien kilometer hardlopen. Nee, één oefening iedere ochtend. Als en je opstaat, gewoon ja. één minuut. Gewoon uh, één minuut planken, uh, 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 een paar squats doen. Uh, uh, misschien even stretchen. Even één minuut oh. dat lijf in beweging oh. krijgen. Nou, maar dat lukt, me. Mm -hmm. Ja, dat bedoel ik. Ga door. Um, de derde is dan weer wat, wat, wat anders. En dat is dat je uh, regelmatig even stilstaat bij: ben ik aan het investeren in spullen, of ben ik ook aan het investeren in belevenissen, belevingen experiences. Dus um, kijk eens of je... Uh, af en toe in plaats van dat je weer lekker... allerlei dingen in je kratje zit te slepen... in je winkelmandje zit te doen... <klokET> als je thuis achter je computer zit... dat je gewoon zegt, zullen we eens naar buiten gaan? Want volgens mij gaat de zon bijna onder. Laten we gaan kijken. Oef, dus ga kijken uh, om... Uh, 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 hou een lijst bij, whatever... om te kijken, kan ik af en toe even investeren... in een experience en niet in een spul? JP, neem hem even over. Ja, we gaan door. Uh, deze... Uh... Uh, staat mij erg aan. Uh, die, is gericht, die is gericht aan uh, mijn lieve vrouw Hè? <laughs> Tess. Ja. Tess, let op, deze is voor jou. Gooi <laughs> één keer per week iets weg. Ja, gewoon zorg ervoor dat je af en toe de boel opruimt, maar niet gelijk je hele huis, zoals nee. de lens schoonmaakt, een microhabit één keer per week iets weggooien. Waarvan je en hebben we het niet over verpakkingsmateriaal. Nee, 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 we hebben het over iets. Ja, ja. Ja. Uh, de volgende, nummer vijf. Eén keer per dag een heel klein beetje geld sparen. Daar zijn, Super. Ja, daar zijn ja. appjes voor. Het is nog financieel nuttig ook. Ja. En het geeft ook gelijk dat gevoel van uh, overwinning. van ja. Ik heb iets uh, gepresteerd. Ja. En de volgende is uh, vooral voor de mensen die veel zittend werk doen. En dat zijn er denk ik heel veel. Ja. <laughs> ik sta <laughs> gelijk, het even gelijk op. zien. op. Uh, Eén keer per uur sta op. Uh, beweeg een heel klein beetje, maar dus niet gelijk. Ga tien minuten wandelen. Sta even op. Beweeg dus naast je stoel eventjes. Zorg dat je heupen losdraait. Uh, maar één keer per uur even opstaan. Heel goed. Ik pak hem weer over. Stel één keer per dag een open vraag. En dan kom je ja. erachter: ik heb deze Tiny Habit uitgeprobeerd. Dan kom je erachter hoe weinig open vraag je stelt. Um, en je mag hem natuurlijk vergroten dat je dat zegt, ik ga dat vaker doen, maar stel hem minstens één keer ja. per dag. Um, zet als tweede je notificaties uit. Ik had mijn telefoon oh. toen ik dit uitprobeerde zo ingezet dat zelfs al zet ik hem op flight mode, dat nog steeds alles bleef plonken en plinken. Um, de opdracht is niet om dit uren te doen, maar gewoon één keer per dag, vijf minuten, alle notificaties uit. Dat je telefoon niet iets kan triggeren bij je. En uh, ik kan je vertellen, als je dat vijf minuten uitprobeert, dan kan er een verslaving ontstaan om dat misschien soms een uur te doen. O, of ja? misschien wel twee uur. Ik voel een beetje anxiety ja. aankomen. Ja. Dat zal ik eerlijk toegeven. Stretchzone, <laughs> ja. stretchzone, JP. Um, andere, uh, die doe ik altijd. Leg je kleding de avond van tevoren klaar. Dan hoef je ochtends niet te beginnen met... Je moet eigenlijk een beetje zo zien bij die tiny habits. Dat is misschien wel goed om je te beseffen. Je hebt, je hebt eigenlijk een soort potje met discipline op een dag. En waarom doen we die tiny die micro habits? Om te zorgen dat je maar een heel klein beetje discipline daarin kwijt bent. En aan het eind van de dag heb je meestal nog wel iets over. Gebruik die nou om je kleren klaar te leggen. Even nadenken, wat heb ik morgen? Oké, okay, dat doe ik aan. Klaarleggen. En de volgende ochtend hoef je niet te beginnen met. Wat zal ik aandoen? Ja, ja, Weet je, dat, de, ja. de, de, die, die, dat kan uh, soms een soort onoverkomelijk uh, <laughs> ding lijken. En eh, leg hem gewoon klaar. Ja. En dan pak ik er nog eentje. Ja. En dat is. Um, en die heeft een beetje te maken met dat online stuk. Verminder je nieuws kijken. Um, ik weet dat ik uh, toen de pandemie begon, dat oh, ik echt ja. alles volgde. En op een gelukkig heb ik besloten. Ik mag maar één nieuwsbron op mijn. Telefoon hebben. Um, en uh, daar mag ik maar zoveel keer per dag op kijken. Ik probeerde dat naar nou één keer per dag te halen. Dat heb ik niet gered. Want het moet wel een tiny habit zijn. Ja. Maar um, uh, één, één nieuwsbron of maar één keer per dag kijken. Of maar twee keer per dag kijken. In plaats van de hele dag daarmee bezig zijn. Ja. Is ook een lekkere micro habit. Ik herken het ook heel erg. Te veel nieuws doet echt wat met je helemaal in deze tijd. We gaan uh, door naar de volgende. Stuur één keer per week een kaart. Ja, een kaart naar iemand die je wilt steunen, die je dankbaar bent. Uh, dat kan natuurlijk allemaal online als je er niet op uit wilt. Stuur je één keer per week een kaart. Ja, en wat er gebeurt, en dat is het mooie wat uit research blijkt, is op het moment dat jij een leuk kaartje naar iemand stuurt, is het bijna onmogelijk om jezelf niet leuk te voelen. Je, je, je doet gewoon, je verplaatst je in je ander. Je, je voelt dat je die ander blij aan het maken, want je hebt die anticipation van dat zij weten dat, dat dat zij nog niet weten dat het eraan komt maar jij weet het al wel en daar blijf je echt een soort spike te hebben in de positieve hormonen Lekker. in je brein dus uh, het is ook uh, heel egoïstisch om dit te doen <laughs> heel goed uh, de volgende is uh, vooral voor de mensen die uh, een huishouden hebben wat wat minder strak georganiseerd is als je je in je huis beweegt van kamer naar kamer neem dan altijd iets mee dat dus van de ene ruimte naar de andere ruimte verplaatst ja. moet worden. Als je iets op de trap hoort. ziet, neem ja. het mee naar boven. Ja, heel goed. En dan hebben we nog, ja, drink meer water. Ja, post, Neem we jezelf doen we. voor, zowel, zo ik, ja, ik, ik we doen neem, het. Even, neem even een slok, ja. Ah. ja. Lekker. Ik hoop dat jullie allemaal meedoen, luisteraars. Ja. Pak even een slok water, want ja, je hebt gewoon veel water nodig. En nu we het toch over water hebben, een ander handig moment. Dat is de volgende micro-habit uh, om water te drinken, is vlak voordat je gaat eten. Slimme micro-habit. Absoluut. Het zorgt echt dat je minder hard in je eten duikt. Heel goed. Goede tip. Um, volgende. Ik pak hem over. Um, ontdek iedere maand iets nieuws. Uh, ik doe dat uh, heel trouw. Maar kijk. Kijk even terug, wat heb ik de afgelopen maand voor nieuws geleerd? En kijk even wat je dan deze maand wil doen. Dan kun je misschien twee minuten per dag aan besteden. Misschien kan je zeggen van, ik ga een keer tien uur op een zaterdag ergens induiken. Maar iets nieuws, ga, ga iets researchen. Als je trainer bent of opleidingskundige, maak iedere maand een nieuw model waar, waarop jij kunt trainen. Oh lekker. Lees ja. een, een boek waardoor je uh, nieuwe kennis hebt die je weer kunt delen in je trainingen. Dus iets nieuws. En de volgende, die kent denk ik iedereen, want er zit een heel beroemd filmpje aan vast. Maar doe ochtends je bed opmaken. Ja. Nou heb ik wel geleerd van mijn moeder en grootmoeder dat mijn bed niet dicht opgemaakt mag worden. Maar dat ik het juist moet openslaan, want het moet luchten. Maar dat beschouw ja. ik inmiddels als bed opmaken. Uh, maar de effecten daarvan zijn dat je, nou, nadat je misschien die ene minuut hebt bewogen, dat je netjes je bed even neerlegt. Waardoor als je s'avonds terugkomt. Zelfs dan heb je een rotdag gehad, ja, dan ligt is dat er maar mooi bij. Echt veel lekker en je meer. hebt ook een soort overwinning op je dag. Ja. We gaan uh, door. De volgende is, zorg ervoor dat je één minuut per dag alleen bent. Echt helemaal alleen. Dus geen apparaten, geen schermen, geen andere personen. Uh, niet terwijl je een boek leest, niet terwijl je een podcast luistert. Ook niet terwijl je de hond uitlaat. Helemaal alleen. Eén minuut per dag. En mag dat dan ook op het toilet zijn? Of zeg jij? Dat, dat, nee, want dan zit er veel nee. stiekem met hun scherm. Ik ja. trouwens niet, hoor. <coughs> maar goed, ja. Nee, ga. Over de Ja. Of een ja. Of, ja nee. Sta even in je tuin, zit in een stoel, sta. Ervaar uit even wat er te ervaren is. Ja, ja, ja. ja. Uh, we gaan door. Met zorgen voor dat als jij uh, klusjes hebt, dingetjes hebt die binnen één of twee minuten kunnen, dat je het meteen doet, niet uitstellen, gewoon wegwerken dat klusje, dat taakje. Ja, en daar is heel veel research naar gedaan en blijkt dat als mensen dit proberen te doen met vijf minuten, als iets vijf minuten doet, doe het dan nu, dan werkt het niet. Vijf minuten is echt te lang, dus één of twee minuten, als het maar één of twee minuten, doe het dan nu, werkt het weg. Lekker. En uh, zorg ervoor dat je een uh, één keer per dag, minimaal één keer per dag, oplet op je postuur, op hoe je staat of zit. Uh, of dat nog uh, goed uitgestrekt is. Of dat het een gezonde houding is. Of dat je niet voor overgebogen zit. Sjaan is dit druk aan het, uh, aan het oefenen voor de mensen die meekijken op, uh, op YouTube. Dus dat is de volgende. Oplet op je postuur. Heel goed. Um, laat één positieve review achter per week. Uh, je hebt een boek ergens besteld. Dat hebben ze lekker snel uh, bezorgd. Je hebt uh, ergens lekker eten afgehaald. Of je, je bent al jaren klant bij iemand. Of een vriend van je heeft een eigen bedrijf. Ga nou online. En schrijf even iets positiefs. Doe een shout-out naar ze. Het boost je eigen moraal. En ja, er komt altijd weer iets van terug. Want dat vinden zij ook te gek om te horen. Ik ga door naar TikTok. TikTok heeft heel veel trends. Als je nog niet op TikTok zit en je bent een L&D professional kan het eigenlijk niet. Misschien moet dat ook een tiny. Nee. Goed. <laughs> um, nee. nee. Um, Voor TikTok hebben ze dan, dan hebben ze ook een tune bij. Die tune kan ik niet nadoen. Maar dat, de, de volgende zin is het: Don't put it down, put it away. Dus leg niet, zet niet je glas neer, leg niet de krant weg, maar stop hem waar die hoort. Dus don't put it down on the sink, nee. stop hem in de afwasmachine. Oh, lekker. Dus, en dan ging dan een tuuntje bij. En dan zag je dus allemaal mensen op TikTok: Don't put it down, put it the way. Don't put it down, put it the way. En dat werd echt een soort habitje bij mij. Daar werd alleen Rolien heel boos. Van. Ja. Maar dat <laughs> maakt niet uit. Um, en de volgende is: stel één keer per week iets voor aan een ander, doe een voorstel. Zullen we? Het lijkt mij leuk om. Ik heb een idee. Ik heb ja. een idee. Zullen we? Ja. Dus uh, doe dat één keer per week. En dit is wel een voorbeeld van een micro-habit. Eh? Uh, die je ook in een training zou kunnen uh, toepassen. Of in ieder geval die je deelnemers in een training zou ja. kunnen laten doen in je organisatie. Absoluut. Zorg ervoor dat je één keer per week... Met een uh, voorstel. Met een kom. voorstel komt. Ja, met zeker mensen komt. die zich wat, wat onder laten sneeuwen, zich wat introverter ja. vinden. Kom maar één keer per week met een voorstel. Ja. Maar het kan ook, als je merkt dat er een beetje de klat komt in je relatie. Dat je eens ja. denkt: <laughs> nou, ik ga toch eens met een voorstel komen. Zat, je zat emotie achter deze. Hmm. Uh, maar goed, we gaan snel door naar uh, de, uh, de volgende micro, Habit. En dat is: vertel één keer per week waarom je blij bent met iemand. Hoe prachtig is dat? Ja, dat kan telefonisch. Ja. Je kan een appje sturen, maar, maar geef iemand dat cadeautje. En ook deze is weer super egoïstisch. Ook, ja. want ja. je krijgt er wat voor terug. Ja, ja. ja zo lekker. Um, let één minuut per dag op je adem, op je ademhaling. Hoe ben ik nu aan het ademen? Daar adem ik door mijn mond, adem ik nee. door mijn neus. Kijk niet ondertussen ook nog op mijn scherm. Maar nee. ga gewoon één minuut per, per dag even. Hoe zit het met die adem van me. Je hoeft het niet te veroordelen, maar kijk er even naar. Als je ons nu wat hoort blazen in de microfoon, wij zijn even op onze adem aan het letten. Doe als je elke keer dat je naar de wc gaat, drie squats. Gewoon op de pot. Ja, dat goed? Ja. Met bloot? Of nou, nou ja. Dat, ja, dat mag je zelf weten, wat je comfortabel ja. vindt. Ja. ja, drie squats, voel je vrij, zou ik uh, zeggen. Uh, en uh, zorg dat voordat je naar de supermarkt gaat, of Online eten gaat bestellen dat je eerst eet Oeh. niet met een lege maag Oeh. naar de supermarkt, maar niet iets niet doen is geen goede micro hebben, dus wel doen eerst eten dan pas bestellen. Al is het een doen. appel of een krentenbol, ja. Ja. even iets eten, want je bestelt vele malen minder. Is uit alle research blijkt dat ja. uh, die kar komt echt minder vol. Heel goed, volgens mij zitten wij nu op. 26? Mag ik een roffel, p. Dat betekent, dat mag jij, Rababah. dat wij naar de, de, nummer, ja, de nummer 27, maar dat is eigenlijk de nummer 1 gaan. Ja, en dat is de, de aller allerbeste, die is heel erg uh, bestudeerd door Barbara Fredriksen. Barbara Fredriksen wordt wel genoemd als de voorloper van de positieve psychologiebeweging. Uh, zij deed al heel lang research aan haar. En uh, haar allerbelangrijkste tip. En ik denk dat veel mensen hem al hebben uitgeprobeerd. en dat die ongelooflijk werkt. Is um, drie dingen opschrijven per dag. waar je dankbaar voor bent. Uh, koppel hem aan een andere habit. Hè, van mm. oké, okay, ik sluit mijn computer af. of ik doe mijn laptop dicht. Daar ligt mijn schrift. Of uh, laat hem als een pop-up komen om vijf uur. Uh, dat je jezelf een mailtje stuurt. Maar schrijf uh, drie dingen op waar je dankbaar voor bent. Uh, al is het alleen maar ik ben dankbaar dat deze dag voorbij is. Ja. Um, maar wat is aangetoond door haar, en, ze heeft dat echt op, en het is ook erg gerepliceerd haar onderzoek is, op het moment dat je de focus legt op dingen waar je dankbaar voor bent, dan ga je veel meer dingen zien waar je ook dankbaar voor bent. Dus je forceert. Het, het werkt eigenlijk precies hetzelfde, kwam ze achter als stel je voor, ik wil een mini gaan kopen, een auto, een rode. Mm -hmm. Ineens, als ik daarover ah, begin, ja. zie je overal rode minis. Stel je bent aan het proberen om zwanger te raken, je ziet ineens overal zwangere vrouwen. Um, of je ziet ineens overal maximaxicosis. Terwijl als je niet daarmee ja. bezig bent, heb je, heb je het idee dat de maxicosis niet bestaan. Dus zij zegt echt. Ja. Uh, focus je op dingen waar je dankbaar voor bent. En het slimste moment hiervoor um, kun je ook iedere dag doen als je je bed opmaakt. Is een schrift klaarleggen. Koop een mooi schrift met een mooie pen. Mm. En leg hem op je kussen. Zodat voordat je gaat slapen, dat je even stilstaat. Dat je niet een soort. Ik ben klaar met mijn dag. Ik heb dit gedaan. Ik heb dacht. Oké, okay, wel trusten schat. En uh, ik helft mijn. Uh, doei. En je gaat liggen. En je gaat dan proberen in slaap te komen. Via nog even op je scherm te kijken. Yo. Neem even dat moment om dankbaar te zijn voor drie dingen. Per dag en soms zijn er niet zo heel veel mooie dingen. En dan zijn het kleine dingen. Het hoeft geen groot. Ik heb een ton gewonnen, ik heb die klant binnengehaald. Het hoeft allemaal niet groot te zijn. Maar drie dingen waarvan je zegt. hé, hey, daar heb ik dankbaarheid voor. Dan sta je, je slaapt beter, je staat beter op en je ziet veel meer positieve dingen om je heen. Kijk, en dat zorgt ervoor dat je meer gaat leren, meer, uh, gaat, meer gaat inzien. Wat is er allemaal voor mogelijkheden? Ja. Kijk, dus dat is de absolute afsluiter van ja. deze top 27 microhabits. Ja, de boodschap is vrij simpel. Goede voornemens. Doe het niet. Kap ermee. Ja. ja. Uh, in je normale privéleven, maar dus ook in trainingen. Maak het klein, maak het behapbaar. Een micro-habit, zowel in je eigen leven als uh, in een training. Of het resultaat van een training is gewoon veel slimmer. En waarom is het ook weer zo slim? Omdat je het binnen één of twee minuten kunt doen. Dus er is geen grote. Een brug die je over moet voor het, voordat je het gaat doen. Neem er alleen niet alle 27. Ik weet wel dat ik dat in het begin roep. Maar neem er gewoon één of twee. Ja, en begin anders, vandaag. Anders wordt dat weer een goed voornemen. Ja. Ik ga 27 micro hebben. Nee, doen. Dat gaat is weer we niet goed. werken. Nee, nee. Kleine dingetjes. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doe, doe No more boring learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op BrainBakery.com of volg ons op onze socials.